Ja, Lars, we staan hier bij het 17 septemberplein en dit is een hot item, hè? Want de bomen zijn weggehaald en daar zijn mensen boos over, hè? Ja, klopt. We staan hier op het 17 septemberplein. De afgelopen weken is hier onderhoud geweest aan de bestrating en aan de beplanting. En het klopt inderdaad, de bomen die er stonden zijn weggehaald en er zijn nieuwe exemplaren voor teruggekomen. Ja, Lars, zoals ik al zei, we staan hier op het mooi opgeknapte 17 septemberplein. Ziet er erg top uit. Alleen, er is wel heel veel te doen geweest over het onderhoud en de bomen. Maar daar is een goede reden voor, hè? Ja, dat was volgens ons helaas noodzakelijk. De oude bomen die hier stonden, die zorgden voor erg veel wortelopdruk, zoals wij dat noemen. Wortels van de bomen die kruipen onder de bestrating en drukken die omhoog, waardoor je omhoogstekende tegels en klinkers krijgt. Ja, dat is gevaarlijk. Ja, daar kunnen mensen over struikelen en zichzelf over bezeren, dus dat wilden we niet. De afgelopen jaren moesten wij hier eigenlijk elk jaar terugkomen met een stratenmakersploeg om daar allemaal weer te herstellen. En nu wilden we eigenlijk voor een toekomstbestendige oplossing kiezen. Dat kon helaas niet met de oude bomen, dus die hebben we moeten verwijderen. De nieuwe bomen die nu geplant zijn, die wortels die wortelen minder oppervlakkig en ook minder agressief, om het zo maar te zeggen. Dus daar gaan we veel minder last van krijgen qua bestrating, waardoor we op toekomstige termijn een veel beter beheer kunnen doen en een veilige situatie creëren op het plein. Maar ja, eigenlijk is het meer mensenlevens gered en alsnog weer bomen. Dus er is eigenlijk niks meer aan de hand. Ja, klopt. Er zijn bomen teruggeplaatst. Eigenlijk in elke boomcirkel zoals hier was zijn ook bomen teruggeplaatst. Waar er in de oude situatie eigenlijk alleen maar dezelfde bomen stonden. En deze nieuwe combinatie van bomen en ook van bodembeplanting die er rondom de bomen komt te liggen, zorgt eigenlijk voor een betere biodiversiteit. En is ook beter dus voor de bloemetjes en de bijtjes. Ja, en ik zie hier af en toe een paaltje in de grond staan die ervoor zorgt dat auto's niet in het vak gaan rijden. Maar ja, die is krom, dus er zijn toch nog wat asociale rijders die dan toch maar even de binnenbocht nemen. Ja, klopt. Er zijn paaltjes geplaatst in de boomvakken, ook omdat daar beplanting in is geplaatst en die willen we natuurlijk niet kapot gereden hebben. Die paaltjes worden binnenkort vervangen door zwerfkeien, dus de paaltjes zijn zeg maar tijdelijk. Alleen we zien nu al bij de paaltjes, dat is regelmatig omvergereden worden. Ja, dan heb je schade aan je voertuig en dat is wat niemand natuurlijk wil.